baby. Mijn naam is Chapal Benabela, ook al bekend als JPB. Ik ben geboren en getogen in Tilburg, in de Kruidenbuurt. Dit is mijn verhaal. De Kruidenbuurt is eigenlijk een heel familiaire buurt. Dat wil zeggen dat het eigenlijk een volkswijk is. Hoe ik het ervaren heb als persoon, ja, ik vond het gewoon mooi om daar te wonen. En het is wel zo over het algemeen dat je een stempel krijgt, want ja, hij komt uit de Kruidenbuurt, oh, dat is tuig. Dat komt voornamelijk doordat de Kruidenbuurt staat wel bekend als een beruchte wijk. Drugs, geweldsmisdrijven, van inbraken tot meerdere controles op een dag, invallen door de politie. En ja, die zijn er niet zomaar. Dat ghetto-verhaal in de Kruidenbuurt, ja, dat heb je wel, maar het is niet zo dat ik mezelf in terugzie. De muziek is van mij begonnen in de Kruidenbuurt. Veel mensen in mijn omgeving maakten tijdens muziek en ik keek er best wel vaak naar op. En zodoende ben ik eigen teksten gaan schrijven. En dat heeft goed uitgepakt. Ik was meer bezig met het rap, echt hip-hop. Maar de laatste track die ik uit had gemaakt dan was Mina Batman. Dat eigenlijk totaal geen rap is, meer een zangnummer. Nou, Mina Batman was er uitgekomen en die werd al binnen een week al 40.000 keer bekeken. Vanuit daar is het balletje eigenlijk gaan rollen, want ze dachten van, wie is die jongen eigenlijk? Ja, dat nummer werd in heel veel clubs gedraaid en toen zijn ze me gaan volgen. En vanuit daar ging ik praten met verschillende platenmaatschappijen. Maar uiteindelijk is het Zware Jongens geworden. En sinds bekend werd gemaakt dat ik getekend was, zijn er heel veel deuren voor mij opengegaan. Mijn mooiste optreden tot nu toe, het Heineken Musical. Wat je voorstelde, 5000 man. De voorprogramma van Trey Songz. Trey Songz is een R&B zanger. Ja, voor mij was het heel raar. Je komt in Amsterdam, een grote stad. En het publiek ging echt los schreeuwen. Ja man, ik zou heel graag willen werken met gewoon de Nederlandse artiesten. Gewoon Agda in de Munning, Guus Meeuwis, de mainstream, dat zou ik echt wel willen. Want ja, ik ben wel bekend in de urban scene, maar ja, je wil dat je muziek gehoord wordt. En als ik een breder publiek kan pakken, dan zou ik dat heel graag willen doen. Het kan zo zijn dat Eiki, de eigenaar van Zware Jongens, zegt van jongen, JP, het is allemaal leuk geweest, maar ik hou ermee op. Vandaar dat ik mijn opleiding gewoon afmaak. Dus ik doe het laatste jaar van CIOS in Goes. En ik wil gewoon een baan van 9 tot 5. Als ik afgestudeerd ben, dan op een gegeven moment solliciteren. Ik wil niet afhankelijk zijn van boekers of wat dan ook. Ik wil gewoon een vast maandsalaris hebben. Ik heb heel veel tracks liggen die nog uit moeten komen. Dus jullie kunnen heel wat van me verwachten. Sowieso nieuwe clips. Ik ga er niet te veel over zeggen, maar hoe het er nu voor staat, kunnen jullie veel van me verwachten. Jij met chick, ik jouw lover. Jij en ik undercover. Hey, yeah.